Daar zijn we dan, hè? Ja, helemaal los heks. Ik heb mijn bril nou niet op, want er zit een spinnenbril op. Maar als eerste wens ik jullie een hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog van niemand anders, Corina en de Beestenboel. Ja, en we hebben ook nog brand in de hulden, lieve vrienden. Oh mijn hemel, wat erg. Ja, ik ruik het. Je ruikt het ook. Moet je kijken, die hele zwarte rook. Wat er in de fik staat, daar weten we niet. Ja, daar zijn we dan, hè. Ja, helemaal los heks. Ik heb mijn bril nou niet op, want er zit een spinnenbril op. Maar als eerste wens ik jullie een hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog van niemand anders, Corina en de Beestenboel. Het is vandaag dus donderdag bij ons in de stad Halloween. Ik zie niks, ik moet hem even toch opdoen. Zo, nou zien jullie meer vol ornaat. En die spin die zit natuurlijk ook hier en daar nog in de weg. Het is de 27ste van de 10e 2022. Ik heb net mijn meiden weer uitgelaten en het is 16:48. Ik heb een broodje voor mijn neus, ik heb koffie voor bij me staan. Dus dat ga ik eerst nuttigen. En ja, die spinnenbril die zit aan mijn eigen bril weer vast met een paar bindertjes. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Hier zit een bindertje. Nou, gewoon mijn eigen bril. En daar zit die aan vast gemonteerd met bindertjes. Dus ja, zo kan ik wel redelijk een beetje zien. Maar op afstand is alles wazig. Ja. Nee, je gaat daar naartoe. En ik zweet mijn eigen tierenlier. Want ik krijg een jas aan met, nou, hè, met dit feest. Dus ik heb truien en t-shirt. Tenminste, ik heb een trui aan en een blouse met lange mouwen. En t-shirt heb ik aan. Dat, ja. Warm genoeg. Ik zweet mijn eigen tieren weer. Ja, en ik heb nog... Ik meende... dat ik Kotick handschoentjes had met halve vingers. Maar die kan ik nergens vinden. Nee. Dus, ik heb wel wat anders. Maar ik meen toch echt dat ik van die Kotick handschoentjes had. Ik weet het echt niet meer. Heel raar. Maar... nou heb ik. Dus, deze nog wel. Maar deze... had ik aan... met de bruiloft van Karin. Maar het is toch warm, het is niet koud, dus ik laat ze uit. Ik doe ze niet aan dit keer. En dan heb ik mijn tasje nog met lollies. Bij past een tasje bij mijn jurk met paars. Allemaal lollies erin. En ja, ik had twee lollies apart gelegen. En die blijven apart, die neem ik ook niet mee, want die blijven voor mijn sterretje, Mitchell, mijn liefste fan. Want ze blijven, ze komen niet, want ze blijven daar al waar ze wonen. Want daar is ook heel wat te doen qua Halloween gebeuren, dus daar gaan ze gewoon naartoe. Dus ja, als ik mijn boel heb genuttigd en gedaan, deze camera laat ik thuis, maar mijn telefoon gaat in de houder, dus dan weten jullie daarvan. Ook zal ik hem denk ik hier en daar er even uithalen om zo eventjes te filmen. Maar die gaat dus mee en ik neem, ja misschien, ja ik weet het nog niet. Ik neem jullie denk ik wel mee, ja in het tasje. Maar ik moet even zien hoe ik dat even hebben moet, ja. Maar dat komt allemaal goed lieve vrienden, ik zou zeggen. Geniet verder van jullie dag, gaan wij hier aan deze kant ook doen. En ja, doe het met een lach, hè. Blijf lachen. Doe je ding. Ga gezellig dingen doen met Halloween. Ja, het is eigenlijk qua datum maandag Halloween. Maar ja, wanneer doet jouw gemeente er wat aan? Of waar je ook woont, hè? De ene doet het wel, de andere doet het niet. En nou, het is nou sowieso op donderdag bij ons altijd koopavond. En daarom hebben ze er een markt erbij gezet. Dus ja, het is al bezig.
Het is 3:00 begonnen. Maar ja, ik ga er niet zo vroeg heen. Dat vind ik weer onzin, weet je. Juist 's avonds begint het leuk en gezellig te worden wanneer het dronken wordt. Maar ja, ik ga er straks al wel zo vast naartoe, want ik moet nog eventjes wat regelen. Ja, ja, je mag zo. Dus ja, dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder. Gaan wij ook doen. En geniet ook zeker weer met ons mee. Ik ben zo'n heks, maar ik heb wel wat lekkers voor je. Kijk, een lolly. Ik geef geen stempel. Dat zijn die andere heksen die lopen kunnen. Ja, eerst goed. Oké. Wat is jouw naam? Zijn. Ja, jij. Ja. Ja, je weet mijn naam, zoek me op. Ja. Ook en ik ben momenteel geblokt, dus ik kan openbaar niks doen, maar wel meisje. Oké. Dus dan heet ik Corine Luisterburg de Jong. Ja, dat is leuk. Bij die heksen met die kaarten allemaal nee. In die tempel. Kijk. Ja, daar hadden wij het net ook over, dat het een beetje flauw is. Als je dan niet zo'n kaarten, dan zeggen ze tegen kinderen de hele tijd. Ik heb nog lollies, maar er moet nog eentje meedoen uit eigen belang. En die is hoofdzakelijk in het groen gekleed. En die doet ook uit eigen belang. Ja. Dat is de zingende kassière van de Thomas. Oh, die doet ook mee, uit eigen belang, met lollies. Ja, leuk. Wat heb je dan toch een leuke avond hebben, ja, toch? Ja, nou goed. Dank u. Thank you.
Hé, ruikt vuur. Wie zeg je dat? Oh, wat doet de heks nou? Ze waren al wel bang, hè? Die heksen waren al wel bang. Ja, nu, nee. Toen ook al, want ik kwam ze verderop op de markt tegen. Ja, maar we hadden al anderhalf rondje gelopen, hè? We hadden niks tegengekomen. En we lopen nu een rondje en we komen ze allemaal tegen. Er zijn heel veel. Ja, is goed. Ik ben ook gelijk aan het vloggen, hè? Ja, dat is de foto prima, die krijg je hoor. Wel. Zo, ga maar door. Wat heb je in de mooie brillen? Ja, hè? Ik wil aangeven. Nee, zo. Maar ja, en we hebben ook nog brand in de hulde, lieve vrienden. Oh, mijn hemel, wat erg. Ja, ik ruik het. Je ruikt het ook? Moet je kijken, die hele vette rook. Wat er in de fik staat, daar weten we niet. Ik ga eventjes kijken op mijn telefoon, dus ik sluit even af en we gaan daar naar Facebook verder met de Halloween. Ja, lekker een oliebol. Wat erg niet. Wat erg, wat erg. We hebben ook zo'n lange nek. Nee, je moet daar lezen. Nee, hier. Wat doen we daar? Heeft ook zo. Wat zegt het hier ook? Wat zegt het?
Hoort hij hierbij? Nee. Ik ben een YouTuber en ik doe het uit eigen belang. Die heer wel. Wat erg. Wat erg, niet? Vreselijk. Moet je ook zien wat er ook. Hier ben ik. Wat erg niet. Wat heb jij een mooie jurk aan? Dat ben jij ook mooi. Dankjewel, wie ben jij? Marina. Ik ben Corina, ik ben tegenwoordig ook een YouTuber. Oké, kijk maar op Marina van der Zalm. Wie? Marina van der Zalm. Ik kan niet onthouden. Oké, en jij? Corina. Ja? En de Beestenboel is het op YouTube. De Beestenboel. Beestenboel. En Corina schrijft met IE. Ik ga zoeken. Ja, maar alleen kijk wat erg brand. Waar? Even kijken uit van de camera. Zie je die jonkeren? Ja, dat is zo helder. Ja. Dat is brand bij een bollenboer. Jezus. Juliana door. Nee, hier in een helder. Oh? Maar moet je eens kijken, lieve vrienden. Het is gewoon mistig over de helder heen. Dat is niet mist, maar rook van de brand. Kun je nagaan hoe erg het is? Het is gewoon, ja, het lijkt net een ja, ik weet niet, het is grijzig wat ik zie. Een grijzige lucht waar we in rijden en in lopen. Het is grijzelijk. Zo erg. Het is echt bizar. Bizar. Erg, hè? En wat is er dan? Brand! Ja, waar? Een bollenboer hier in een helder. Oh. Oké. Ja? Moet je die rook zien? Ja. Moet je over de stad zien? Ja. Het heeft wel wat spookies. Ja. Het stinkt. Ja, stinkt. En mijn longen die willen dat niet hebben. Ik vind het zo bizar. Ik heb het met die boeren te doen. We zijn die boeren. Zeg, jullie mogen tegen mij wel praten, want ik ben een heks. En zombies mogen tegen mij praten. Vinden jullie het niet erg? Dat is zo onhoofdbaar. Vinden jullie die brand niet erg? Het is een bollenboer, hè? Ik ben die brand. Wil je over den helder heen kijken? Allemaal rook. Het is vreselijk. Kijk achter je. Zo bizar. Ja. Kom maar, hoe kan je? Ja, dat weet ik wel. Denk je dat u gaat winnen? Nee, ik ook niet. Ik zeg dat daar. Hoe wil je dat bedenken? Okay, Stacy.
die ramen dicht en open hebt, moet je bellen. Nee. Ik ben blij dat ik het heb. Ja, die moet ik ook doen. Hey, ah, ik ga even naar hey, Hex. Wil jij je ramen dicht? Hey, wil je dat zingen, zag ik? Ah, ja, zo dat zien we weg. Ja, dat was eenmalig. Eenmalig, ben ik. Ja, ja, ah, leuk. Thank you.
wat vlochtig. Heel tof. Heb je de vliegende heks hier? Die zijn er bij. Zie je dat? Dat is roze uitzending. Hoi, hij had op de foto met jullie. Dat die baan niet bang is, hè? Waar zitten jullie? Ik ben er geen echte. Oh! Dat weet ik. Ergens, ja, de bollenboer staat in de schuur. Even de bollenboer staat in de brand. Een man bij mijn maar daar is niet de brand. Ik bewaar deze voor je, want dat is snel zijn. Ja, en deze hek is ook nog een vlogster. Ik kom ook op YouTube. Oh, je bent ook aan het vloggen kijken. Ja, je kan mij. Ja, dan komt hij er wel op, hè? Ja, zwaai maar even zo. Ja, dat is een doe maar zo. Toppie, duim omhoog. Ja, subscribe en like, moet je zeggen. Doe dan. Doe een like. Ja. Liken mensen. Subscriben en liken. Duimpje de lucht in. Dan moet je mijn naam weten. Ja, doe maar. Corina met IE, de C-O-R-I-E-N-A. Oh, ja. En de beestenboer. Corina en de beestenboer. Dat gaat het al. Oké. Okay. Iedere dag komt er eentje online. Is goed, dan gaan we even kijken. Oké, okay, top. Fijne avond. Zelfde. Zeker, ik kom straight van hel. Wat? Ik kom van de hel. Niet goed. Zeker. Nee. Daarom ben ik ook weggegaan. Ik ben de goede hel. Ja, dan kom ik lekker bij u wonen. Dan moet jij je verbeteren. Anders kom je nooit in de hemel. Anders kom je nooit in de hemel. Dus lief worden. Ja, zeker. Jullie allemaal lief worden? Oh. Ik ga weer door. Is goed. Dat zijn er al drie.
skiën. En te veel erheen. Dus het zit van binnen, dat denk ik dat het een einde is. En hij zit stil en snel mobiel. Nou zit hij niet in het spel. Met mijn moeder en met Tyler en met... Nou, ik ga weer verder, want ik ben nog aan het sloggen. Nou, lieve schat, zie je. Is goed. Daar ben je, daar. Hey. Ja, dat, ik herken jou zo niet, hè? Nee. Mag jij ons voorstellen? Het valt weer een beetje mee hier. Het valt hier wel weer mee, de rookontwikkeling. Oh ja, daar kun je het goed zien. Ja, het waren net. Het gaat richting Texel. Ja, dat kan je aan zien. Ik denk het, want ik heb het rolgordijn liggen voor de hond. En toen zie ik hem zo over de watertoren. Achter de watertoren langs, trek ik zo richting de Texel. Ja, weet ik. Ik heb het al gedacht gezegd. Ik zeg altijd, hé, hey, familie van me. Ruik je hier hoor? Hier niet, maar daar wel. Ja, daar dan eet je stuk er zo wat. Het is niet fijn. Nee. Doe dat maar. Hey, Oké. Heel veel plezier. Rustig aan, hè. Doei. Wat zei jij? Ik vind deze lamp ook wel leuk. Ja. Ja. Je bent aan het vloggen. Ja, ik ben tegen aan het vloggen, ja. Nee, je doet je best mee. Ja, daarom. Komt goed, liever. Okay. Doei, doei. Heb je het schoon gezien, mama? Ja.
Maar het steekt niet heel erg. Hallo! Hey! Schrijf, ben jij schrijven? Oh, nee, die schrijft niet. Het gaat naar teksten toe. Ja. Dat is een goeie. Waarom doen we dat nu? Nou, nu komt het uit. Ja, precies. Thank you.
Hier, Lolly. Dank je. Lolly. Nee? Zal ik hem even doorgeven? Nee. Vind ik het niet Is
will be taken care of you. Wij zijn een vlogster dus. Ja, mooi. Dat was het wezen, was dat niet? Wij zijn een vlogster. Alles komt op YouTube. Heel mooi. Ik kan niet zo, ja, ik kan wel lopen, maar niet op die manier. Nee, dat gaat het niet worden. Oké, is goed. Ik ga met mijn maatjes naar binnen. Mag ik even door, lieverd? Ja, toen haak ik hem niet. Ik moet natuurlijk nog even bij jullie aankomen. Ja. Kan niet missen, hè? Toch ieder jaar. Ja. Ik heb nou een andere hoed. Ja, gaat goed, is leuk, baas.
Ja, enkel tot steen. Er is brand. Ja, een grote brand. Ja, vreselijk, maar het trekt onder teksten toe dan ook. De teksten moet nou de ramen dicht gaan doen. Ja, dat is best een rook hoor. Ja, vreselijk. Zag het, ja. Wat er zelfs laag kwam het, die rook, hè? Het was helemaal blauwe, grijzig. Ja, ik heb het niet gezien. Ja, op de Beatrixstraat dan. Waar die fietspaden over elkaar heen gaan, hè? Bij die kruisen, laat maar zeggen, daar heel erg. Ja, want ik moest uitkijken vanwege mijn longetjes, hè? Ja, moet allemaal. Ja. Nou, jullie hebben me weer gezien. Inderdaad. Ziet er mooi uit. Dank je. Doei. Ik heb die foto. Dat mag. Ik vlog, jij mag foto maken van mij. Ja. Ik ga niet, zegt hij, nou ik ga wel, nou ik vind het nog wel rood hoor. Ja, maar nou heb je toch nog wat gezien, schat. Ja, het is
Want het was wel leuk. En ik ben van mijn lolly zat. Hij is leeg. Hij is leeg. Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ja, op last van de politie is de winkels gesloten. Is het Halloween gebeuren afgelopen. Want die rookontwikkeling van die heftige brand. Ik heb zo te doen met die bollenboer. Want het is een bollenboer, zijn hele schuur. Ik ben er natuurlijk niet eens geweest. Nee, dat doe ik niet. Want ik weet niet waar het hier in Helder is. Ik weet het echt allemaal niet. Maar een bollenbuur, een schuur, weet ik veel, staat nog steeds in brand. De rookontwikkeling is heftig. Ik heb het ook jullie geprobeerd te laten zien. Of dat gelukt is, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar wat ik nu ga doen, is me ondoen van alles. Ja, ik moet even de haarschuifjes vinden. Dat is er één. En ik weet dat er aan deze kant ergens eentje zit. Ja, dat is twee. En hier ergens eentje. Dat is drie. En dan zit er ergens eentje van achter. Maar waar weet ik ook niet. Dat is hier, ja, ik voel hem al. En dan kwam ik mijn broer en mijn schoonzus nog tegen. En die knaf. Oh. Nou, straks hebben we weer een kam er doorheen. Maar die is weer af. Zo, die kan weer opgeruimd worden tot het nieuwe jaar. Hup, hup, hup. Oh, ik voel hier nog wat. Zo. Nou, straks weer even in het gelid. Mijn rimpeltjes weghalen. Ja. Mijn liefie. Mamme, liefie, 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 liefie. Oeh, auw, mooi wel. Auw. Jij bent een schatje. Hé? Jij bent een schatje. Lekker ding. Oh, godje. Hé? Maar in ieder geval, ik ga mijn eigen van make-up ondoen. Mijn oogschra doe je. Ik haal het helemaal even af. Maar ik maak me niet weer op. En dat heeft dus niks te maken of ik hoofdpijn heb. Ja of nee. Ik bedoel, voor die paar uren dat ik nog uit bed ben, ga ik me niet meer opmaken. En nou, ik heb te veel kleren naar voor in huis. En ik moet met de hondjes uit en dan wil ik gewoon weer fatsoenlijke kleding even aan hebben. Niet om de jurk, want met de jurk, ja, kan ik het ook gewoon doen. Maar er zit te veel onder. Ja. Dus lieve vrienden, ik zou zeggen, gewoon tot straks. En het komt allemaal goed. Ik ga ook eventjes... Dat bindertje, die bindertjes eraf halen, dat moet ik eerst even doen, want dat vind ik belangrijk, hè. Dan zien we tenminste weer fatsoenlijk. Ik moet nou echt... Jeetje. En de meiden, die zijn gek. Ja, want die willen er natuurlijk weer uit, zelf. Maar zo, dat is één. Maar ze zijn echt gek. Dametjes van het goede leven. Hallo. Ja. En dan kom ik mijn broer en mijn schoonzus tegen. En die zijn er helemaal niet voor dat ze op de vlog komen. Maar zover ik weet, zijn ze nou wel op de vlog. Ja. Jammer dan. Ik ben buiten. Dus. Zo. Nou, dan kan dat ook weer. Ze weer hebben de bendertjes. Want dan maak ik dat weer vast. Oh. Dames, klaar nu. Hé, hey, die hele bank die klopt tegen die muur aan. Klaar, hè? Ja, niet nodig. Echt niet. Nee, ik heb dus wel wat hoofdpijn. En dat komt door die stankoverlast, hè, van die bollenschuur. Dus ja, ik vind dat zo erg. Ja. Zo bizar. En dan denk ik, ja, hè? Hoe komt die brand daar? Hè? We weten allemaal waar ze in Den Haag mee bezig zijn. Dus ja, ik weet het niet. Maar ik heb mijn twijfels. En ik ga dat na zien te trekken. Ik ga dat eens eventjes navragen. Aan iemand die dat kan.
Zo, die is weer opgevouwen. Nou, morgen ga ik dat allemaal weer opruimen. Ik moet mijn booster morgen weer naar binnen hebben. Ik krijg morgenochtend om 11:15 Hattie, zo heet ze, schoonmaakhulp. Dus ja, we zien het wel. Maar ik ga het nou niet meer opruimen, echt niet. Want ik heb nog genoeg te doen. Want ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Ik moet nog ik wil wat eten. Ik wil televisie kijken. Ik wil goede tijden, slechte tijden kijken. CES, doe de rest. En ik heb weer lucht in mijn luchthoren. En ik heb dit gekocht bij de juwelier. Vanwege mijn oorbel. Dus ja, komt wel weer goed. Die pennetjes neem ik wel mee. Die neem ik mee. En ik ga naar boven me echt omkleden. En ik denk dat maar, ja, ik zie wel wat ik aan doe. Ik weet het niet. Nee. Nou, komt goed, lieve vrienden, maar ik wil dat kwijt. Ja, en mijn haar even weer een beetje ingelid. Want het, ja, ik had het helemaal naar achteren gekamd, zo. Ik denk, dan kan ik die pruik makkelijker opzetten. Dan komt er niks onderuit met die pruiken erop, weet je wel. Nou, nou kan het weer een beetje het gelid komen. Ja, nou, dat komt, doe ik zo boven. En ik kom zo meteen natuurlijk weer even bij jullie terug. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Zo, daar zijn we weer. Weer make-up eraf. Mijn haar, nou ja, dat zit voor geen meter, maar oké. Okay. Ik kan er zo weer een beetje mee door. Ik moet ook nodig naar de kapper, maar dat komt wel. Ik ben ook bij de kapper even binnen geweest. Maar ook dat heb ik geloof ik allemaal wel kunnen zien op de vlog. Ik ga ondanks alles nou toch weer naar buiten met mijn meisjes. En als ik weer terug ben, dan, dan moet ik nog een vlog in elkaar zetten. Ik moet nog eten, ik wil koffie, ik wil televisie kijken. Dus ik heb nog druk. Maar mijn meisjes gaan voor. Dat gaan we eerst doen. Dus ik zou zeggen, tot laatst, geniet van je avond. Ik kom niet meer ertoe om wel terug te wezen. Dat doe ik nou gelijk. Dus ik zeg, wel terug, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Graag tot aan de andere kant van de nacht.